Voor Henk-Jaap Moorlach van het Rabo Giant Offroad Team is het erop of eronder. Tijdens de wereldbekerwedstrijd mountainbike in La Bresse moet hij een goede klassering rijden voor vormbehoud om naar de Olympische Spelen te gaan. Moorlach komt als 42e over de streep. Spat hiermee zijn Olympische droom uiteen? Nou, dat lijkt nu wel heel ver weg. Alleen, ja, dit zoals vandaag gereden kan natuurlijk een stuk beter. Want er zat niet veel achter en deze week al grieper geweest. Dus ja, volgende keer nu even goed rust nemen, dan weer goed trainen. En moet veel beter kunnen. En het was vandaag echt een kans om het te kwalificeren, daar ben ik wel van bewust hoor. Want het is echt een rondje niet meer goed licht als ik in vorm ben. En ik denk dat ik ook in vorm ben, alleen vandaag ja, was het gewoon een slechte dag. Ligt het parcours jou wel? Het is een redelijk technisch parcours. Ja, dat ligt me normaal als ook wel zware klimmen, dat kan ik wel goed. Maar ja, als je een slechte dag hebt en ja, er is al helemaal niks in zit, dan ligt elk parcours in die ding. Ik heb doorgereden zo hard als ik kon. Maar ja, voor een 40e plek dan is het natuurlijk anders rijden als voor een 12e plek. En nu? Nu neem ik even rust. En ik ben wel positief, want ik weet dat ik zelf echt gewoon een stuk beter kan. En ik geloof nog altijd wel in hoor. Want in Amerika, ja, als het komt een keertje mee zit, dan lukt het wel. Dus eigenlijk, je gaat nu nog naar Amerika, naar Canada. Daar heb je nu nog eigenlijk twee kansen? Ik heb nog twee kansen, ja. Dat wordt dan wel lastig natuurlijk. Want het lijkt nu echt wel even verder weg, hoor. Maar ja, als ik het vorig jaar kon, dan kan ik het nu toch ook wel. Dus moet nog wel lukken. Even lekker rust nemen en dan weer knallen. Zo is het net. Morgen,